Yo, ik ben Dennis, aka Denske, en vandaag hebben jullie episode 3 of 54 of zo van Fiske en Vrijdag. En het wordt gelukkig hijacked. En dan hoor je niet vaak wij zeggen gelukkig hijacked, maar anders werd het nuketown. Dus ik ben blij dat het hijacked wordt. In ieder geval, we gaan vandaag met een shotgun spelen. En ik wil eigenlijk met een sniper spelen, want sommige mensen hadden al gevraagd. Maar ik speel eigenlijk maar één keer in de week Black Ops 2 en dat is voor Fiske en Vrijdag. De rest van de week speel ik eigenlijk geen Black Ops 2. Dus dan is het wel even moeilijk om dan, als je even een keertje speelt, om dan gelijk met een sniper aan de slag te gaan. En ik heb al best wel haast, het is al best laat. Ik moet zo meteen, moet ik toch maar gaan slapen, morgen moet ik school. Zo doen. Of in ieder geval, als jullie deze video kijken, vandaag was mijn eerste school. Dat is best wel raar op vrijdag, maar ja, inderdaad. Nee, altijd leuk. Altijd leuk. Ik draai net mijn kop. Nee. Dit is zo dom wat ik nou doe. Dit moet je nooit doen. Schiet iemand af in dit ruim, en dan loop je zelf het ruim in. Dus wat doen zij? Ze gaan precies hetzelfde. Oh fuck, ze zijn achter mij gespannen. Ik wil zeggen, dan gaan ze precies hetzelfde doen wat ik deed. Bij de rat wachten. Oké, okay, snel naar boven. Ik heb heel veel haast, want ik weet niet wat ze spawnen. Komt er een naam. Oh, de rent er even weg. Ik ga even wachten. Even mijn health laten regeneraten, want ik ben weak als wat. No. No kill. Ik had zo gehoopt dat ik weer kill kreeg. Gewoon. Voor het principe, want ik gebruikte eerst altijd C4's, toen haat iedereen mij vanwege mijn C4's. Toen ben ik gestopt, alleen al gebruik ik alle andere mensen C4's. Yay, één kill. Hoppakee, we hebben ons choppertje en we hebben een orbital. Nou, lekker begin. Het is vandaag dus wat kill confirmed, zoals je waarschijnlijk al te zien, maar dat zag je net al. Ik weet dat ik een orbital heb, daar snap ik ook nog wel. En die kan ik er maar even in. En iemand komt nou naar me toe. Oh, hij zit boven, lol. Surprise, motherfucker! Altijd leuk. Altijd leuk, oké. Ik weet niet waarom ik dat ding daarin kan. Ze gaan ook gewoon. Ze lopen gewoon constant precies op hetzelfde weer. Naar binnen. Gewoon alsof ze dom zijn. Oh, er zat geen doekje. Ik kan hem in eerste instantie niet zien. T4, bitch! Hoppakee, mooie kill. For them range, though. Ik ga als een baas. Ik speel bijna niet meer. Of bijna, ik heb gewoon geen Black Ops 2 meer gespeeld sinds de laatste vrijdag. Dat is best wel ziek eigenlijk. Ik wacht even tot zij naar binnen willen komen, maar dat doen ze niet. Wauw, echt waar? Ik sta 16-1. En de eerste dead, ja, die was gelijk vanaf het begin, dus. Oké, okay, we hebben weer een chopper. Die kan ik keer. Hopelijk krijg ik een nieuwe orbital. Dat zou best wel leuk zijn. Ik zit al heel tijd in het huis, maar ik heb een shotgun natuurlijk. Dus dat is ook de manier hoe jij moet spelen met de shotgun. En ik wacht even op mijn orbital en dan gaan we verder. Oh mijn god. Ik heb mijn sensitivity omhoog gezet. Ik heb er laatst al een video over gemaakt. En we hebben weer een orbital. Dit is echt erg. Dit is best erg. Ik speel één keer weer en ik beast als een baas. Ze spannen achter mij. Ik wil die eigenlijk niet doen. Ik vind het triest, maar... Oké, ik loop op af. We zitten op 15. We gaan even een... oh shit, hier ondergrond. Woehoe! Net op tijd. Ze gaan ondergrond campen natuurlijk. Ja, inderdaad. Zie hem spawnen op de... Je zag hem spawnen. Nou komt hij weer aanlopen. Hij ligt er. Ik had gelijk erin moeten lopen. Hij ligt daar, zie je? Hij moet snel zijn. Want hij heeft daar een tech in zitten liggen. Woehoe! Die gozer wordt keihard geowned, jongen. Dat is echt abnormaal. 23-1 staan we. Zoals altijd. Nou, rap in, het is natuurlijk niet normaal. Maar oké, okay. Lekker hoor. Hopelijk krijg ik nou een leuke C4-kill. Oh, ik had gehoopt op een dubbelkill. Ik had zo gehoopt op een dubbelkill. Oh, nou, ben ik. Even week, snel naar beneden. Ga terug mijn hol in. Dat klinkt zo awkward. Kom hier. No! Oh, ik faal. Is dat hier? Je hebt hier het ding liggen. Wauw, echt waar. Ik verdien hier wel een medaille van. Als ik hier nou een nuclear haal, hè, jongens. Als ik hier nou een nuclear haal, wat krijg ik dan voor jullie? Dan krijg je toch wel een like, denk ik, of nee? Ze moeten hier naar beneden springen, maar doen ze niet meer. Nou spawnen ze overal gewoon, echt kei random. Ze weten dat ik hier ben, dan komen ze ook niet naartoe. Alsjeblieft, kom daar niet. No. Multikill van de support. Oh, nee, geen multi, maar wel één. Oh shit. Zit hij zit boven mij. Oké, okay, we doen deze weer.
Ik snap echt niet wat aan de hand is. Wat is er aan de hand? Normaal ga ik dood door hunterkillers en campertjes en targetfinders. En dan pak ik hun targetfinder af. Nou zit ik vast, jongen. Een teammate heeft een orbital gehaald. Dat meen je niet. Nee, dat ding laat ik liggen. Nee, jongens, we gaan hem halen. Hij zit boven ons. Hopelijk kan ik hem killen. Hij is dood. Oké, let's go. We moeten haast maken, we hebben niet heel veel tijd meer. Waar zitten we nou op? 28? No! Gewallbanged! No, ik werd gewallbanged! Door een MSMC, no! Nou, het was mooi. Het was ook te mooi om waar te zijn. No, het ging tot 100 punten. Ik dacht tot 75, daarom ging ik er zo hard op af. No way. Ik dacht tot 75. Fuck. Oké, C4. No, ik heb geen hits. Ik dacht, zuiver dat het 75 ging. Daarom ging ik ineens zo lomp lopen. Ik denk, ja, ik heb niks te verliezen. Ik had een hoop te verliezen, dat meen je niet. Dit is zo niet eerlijk. Oké, we staan in ieder geval alsnog 39-2. Met een dikke streak. Fuck. Dit is waarom shotguns en snipes overpowered zijn. Instakill dingen. Van dichtbij verlies je nooit. Dit is zo'n bitch trick, hè. Ik vind dit zo irritant. Maar fuck hun, echt waar. Ik heb schrijf. Het zijn enemies. En ik moet er dood. Maakt niet uit hoe. Zolang ze maar dood gaan. 40-2. Hier ligt... Iemand heeft volgens mij die tag opgepakt. Een enemy dus. Inderdaad. Er zit een enemy onder ons. We gaan hem even opzoeken. No. Nee! No! En dan ga ik dood! No, door die teammate. Oké, is het de schuld van het team? Normaal hoor ik ze. Nou hoorde ik hem niet. Dus volgens mij ging hij al af toen ik aankwam lopen. Dus dat weet ik niet helemaal. Of dat het geheel de schuld was van het team. Maar normaal hoor ik ze altijd afgaan. Dus deze was zeg maar afgegaan toen ik aankwam lopen. Double kill! Ik wist dat er eentje binnen was. Hou maar op. Wat? Double kill, triple kill? Of was er weer een... Het was dubbel. Jammer, ik had gehoopt op triple. Ik wil verder, maar fuck dit. Ik zit hier wel... Ik zit hier lekker. Oké, we gaan wel verder, want... Oké, what the fuck daar gebeurde, dat weet niemand. Wat ik wel weet, is dat ik nou een kill krijg. Als dat serieus was, hè. Check die score van ons. We zijn kaart aan het winnen. Wauw, dat was een close call. We hebben weer een nieuwe Lightning. Lightning zijn wel leuk, alleen je krijgt er nooit zo heel veel kills mee. Maar je krijgt ze snel en dat is wel grappig. Je hoeft er niet veel voor te doen. Een double kill. Nou, ik heb niet klaar. Shit, nou komen ze weer achter mij, weet je. Er komt er inderdaad in omhoog. Yeah, bud. Oké, kill. No, geen kill. Hij liep de andere kant op. Ik ga eens op, ik weet dat dit bitch move is. Kom hier. die was erg. Hij zit er, volgens mij is hij dood. Moet nog 2 punten hebben gewonnen met 50-3. Mooie facecam vrijdag, daar kun je niks anders van maken. Dit is gewoon een mooie match. Ik wil alleen nog wel even met cel choppen, al is het voor de record. No! 50-3, jongens. Ik zweer je, ik zat zo close bij onze nuclear. Yo, altijd fijn als ze binnenkomen zonder te kloppen. Maar in ieder geval, ik wil nog even zeggen, als jullie deze video leuk vonden, laat eens een like achter. Verder rest, abonneer voor meer. Kijk op mijn tweede kanaal. En kijk op mijn social media. Alles staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot dan, en hou je aan.